Ik ben meer van het simpele inspelen en doorlopen. Een balletje openen, opbouwen. Waarom heb je voor Oude 59 gekozen? Het is een mooie club, hoofdklasse, voor mij een grote stap. Ik vind Mark een uitstekende trainer qua visie op het spel. En ook mijn rol die ik daarin kan gaan vervullen volgend jaar. En ik denk dat dat een goede keuze gaat zijn. Omdat de trainer toch veel verstand daarvan heeft. En weet hoe die met zulke soort jongens als ik kan werken. Ze zeggen altijd, je moet je gevoel volgen. En dat doe ik. En daarvoor heb ik ook gekozen om naar Odin te komen. Ik ken de trainer, ik ken zijn werkwijze. En wat dat betreft zijn dat de belangrijkste dingen voor mij. En dan zie ik het volgend jaar verder allemaal wel. Is het eigenlijk een beetje een verkeerde keuze geweest aan het begin van dit seizoen? Want je hebt een tijdje met Odin meegetraind in de voorbereiding. En toen koos je voor ADO20. Nu kom je terug naar Odin. Ja, nou, of het een verkeerde keuze is, dat wil ik niet zeggen. Maar het was een keuze. Ik heb daar geen spijt van, omdat ik bij ADO toch een leuke tijd heb meegemaakt. En ik weet, je moet in jezelf investeren, want je kan nooit gelijk in het eerste terechtkomen. Ja, ik heb de afgelopen 3 jaar niet heel veel gespeeld. Dus wat dat betreft, redelijk zuinig geweest op mijn lichaam, zo kun je het zeggen. Ja, waar liggen je dromen? Ik hoop zo ver mogelijk te komen. Ik weet niet precies waar mijn lat ligt. En dat ben ik eigenlijk nu aan het uitzoeken. We beginnen bij een hoofdklasse, kijken of ik het niveau aan kan. En of ik ook een basisspeler kan worden. En wat zijn jouw specialiteiten? Ik moet het hebben van mijn techniek over het algemeen. En het korte felle draaien. Ik ben niet lenig, maar het korte felle draaien en de techniek. Daar kan ik het beste mee uit de voeten op het middenveld. Verdedigen, dat ligt me goed. En ik heb gelukkig ook wat snelheid dat me meekomt. Voetballend denk ik dat ik een creatieve voetballer ben op middenveld. Ik hoop openingen te gaan creëren die anderen misschien niet zien. In balbezit spelen, sterk aan de bal. Ik ben niet bang voor in de duels. En verdedigend kan ik inmiddels met mijn lengte heb ik een beetje leren koppen. Dus ik denk op middenveld ook fysiek en verdedigend ook een rol te kunnen spelen. Maar ik ben nergens bang voor. En hoe groter ze zijn, hoe harder ze vallen, zeg ik altijd maar. En met snelheid los ik dan toch ook wel weer een hoop op. Hier bij Odin word ik linksbuiten. Dus, dan ga je proberen tenminste? Ja, dat ga ik proberen. Daar ga ik mijn best voor doen. Bij United sta ik in het centrum. En hier voor centrum en rechtsback. Ja, want wat zijn je ambities nu? Mijn ambities is veel goals maken, veel in vorm komen. En mijn beste ik laten zien. Zodat ik toch een goede indruk voor het team kan zijn bij Odin en voor de club. En dat ik een goede indruk kan achterlaten voor betaalde voetbalclubs. Ja, de goede jaren moeten nu komen. Hè? Dus, nee, ik kom hier ook echt niet. Het is niet een stap om af te bouwen of iets. Ik wil gewoon echt dezelfde ambitie, dezelfde lijn doorzetten als die ik toen had toen ik naar Lisse ging. Veel succes. Dankjewel.